We zijn hier bij Leeuwenplaats in Utrecht. Dat is een nieuwbouwproject waar woningen gebouwd worden. De woningen zitten hoogteverschillen in. En waar we nu staan was vroeger de A2. A2 is omgelegd en daar zijn we nu bezig met woningbouw. Daar doen wij het grondwerk, het straatwerk en de riolering voor. En om het hoogteverschil bij de woning op te vangen doen we dat weer met keerwanden. De voorkant is van de woningen is een weg dat ligt op hoogte. Achter de andere kant van de woningen is het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat ligt 4, 5 meter lager. En om die hoogteverschil een beetje vloeiend te laten verlopen is er ook in het binnenterrein een kleine meter hoogteverschil wordt opgevangen. Wij hebben er hiervoor gekozen om de keerwanden zelf te plaatsen, omdat je met heel veel hoogteverschillen zit. Ook op trajecten dat je de ene voet van de keerwand op verschillende hoogte staat. Omdat je met verschillende pijlen van woningen zit, daardoor ook verschillende hoogtes de keerwanden moet zetten. En daardoor ook lastig is om ze van zoveel een auto af te plaatsen. Kijk, nu is het voordeel met zelf plaatsen, is je roept ze af. En ze worden neergezet en dan kunnen wij zelf bepalen wanneer, op welk moment en wat het beste past om te plaatsen. Want je bent op een bouwplaats bezig, ben je nooit alleen bezig. En dan kan je inspelen op de metselaar of een andere bouwer. Wij hebben gekozen voor bosbeton. Dat is, in de bestek stond het niet voorgeschreven. We hebben er wel voor gekozen. Bosbeton die wilde inspelen op de vraag, die wilde inspelen op de wensen en ook de verschillende hoogtes. En we maakten een uitgewerkt plaatje van hoe het zou kunnen. En daar zijn we op doorgegaan en dat is later opdracht geworden voor bosbeton. Wij zullen, als we een soortgelijk project hebben, niet schromen om bosbeton weer te benaderen. Bosbeton, weet ik zeker, die gaat daarop inspelen en samen concurrerend eruit te komen.